Je hebt mode in vele facetten en daarvoor sta ik hier. Ik sta backstage bij Carré. Toch ziet er iets anders en moderner uit dan de voorkant van Carré. Op dit moment wordt de voorstelling De Parelvis hier opgevoerd door een reizende opera uit Enschede. En die kostuums zijn heel bijzonder en ik was daar wel nieuwsgierig naar. Dus ik ga backstage even babbelen met degene die over de kostuums gaat en wat voor technieken er gebruikt worden in deze bijzondere productie. Ga met me mee. Zo, en op je avonturen kom je dan, zijn we opeens in het washok in Theater Carré. En we zijn hier om even te kijken dus naar de parelvissers, de kostuums die ze dragen. Daarvoor heb ik hier naast mij staan Marita Schoonheim. En Marita is verantwoordelijk voor de kostuums van de parelvissers. Het is een opera. Let je nog op speciale dingen als je daarmee bezig bent? Want die mensen moeten zingen, zweten, bewegen. Het is anders dan een catwalk show, denk ik. Zeker heel anders dan een catwalk show. Ja, zeg maar. Ja. Ik bedoel, er zit bijvoorbeeld een speciale padding in of zo die het zweet absorbeert en dat soort dingen allemaal? Nee. We houden er wel soms rekening mee met wat ze soms ook eronder dragen. Transpiratie absorbeert. Mm-hmm. Of soebrassers die we erin naaien, die we kunnen vervangen. Mm-hmm. En daarmee, wat is dat? Soebrassers? Ja, wat is dat? Dat zijn stukjes stof die hier onder de oksels. Onder de oksels. Oh, wacht, ja, kijk, ik zal het heel keurig zeggen. Ja. Want je hebt er allerlei. Zweetvangers zijn ze eigenlijk gewoon. Nee, zo noem ik ze niet. Nee, maar nee, dat zijn het wel, toch? Zijn het wel, ja. Okay. Zijn het wel, heel praktisch gezien. En nu staan we in het washok. Er wordt veel gereinigd, vandaar dat je in het washok staat. Omdat hier hangt dus, hangt de kleding van de solisten van de opera. Ja, die is net gewassen. Die zijn nog een beetje aan het uitwasmen. Of een beetje aan het uitontkreuken. Dit is allemaal speciaal ontworpen, toch? Voor de solisten. Ja, de solisten kostuums. Daar zie je hier. Dit is een broekrok bijvoorbeeld. Mm. Dat wordt helemaal. Maar is dat een heren of dames? Dat is dames. Okay. En dat wordt helemaal vanaf het ontwerp tot aan het eindresultaat wordt dat helemaal gemaakt. Okay, er is natuurlijk wel enigszins verschil tussen iets wat soms gekocht is. Dat hebben we nu voor het koor gedaan, maar 40 mensen koor. Mm-hmm. En ja, daar schiet het de mogelijkheden tekort voor om dat allemaal open te maken. Maar dan ziet er heel modern denim uit eigenlijk. Ja. Ik ga hem er even uitpakken, dan kun je het zien. Ja. Kijk, dat is gewoon een leuke denim Ibiza-styled momentje eigenlijk. Gewoon een beetje. Of, maar we hebben dat gerestyled. We hebben daar nog wat aan toegevoegd. Uh-huh. En daarmee wordt het een beetje zo met elkaar bij elkaar getrokken, zeg maar. Oké, maar dit is nieuw gemaakt. Het is niet een bestaand. Dit is nieuw gekocht. Gekocht. En toen een beetje gekustom. Het is gewoon gekustom, maar het is gewoon Okay, dus maar het is een beetje een mix tussen helemaal ontworpen, vanaf het begin waar het gemaakt en ingekocht en verkocht. Maar nou is denim is natuurlijk een heel moderne stof. Ja. En de Parelvis is dus een klassieke opera. Is dat de bedoeling geweest, de visie geweest? Ja, zeker. Ik ben niet de opwinder, maar ik kan daar wel een klein beetje iets over vertellen. Graag. Ze wilde graag hier toch wel een hele moderne, frisse look. Met moderne denim kleding. Mm-hmm. En die denim kleding tegenwoordig heeft heel veel de techniek Boro erin verwerkt. Ja. Boro is een soort Japanse herstelstechniek. Mm-hmm. Dus als je kleding versleten is en je krijgt een gatting, dan doen ze daar een lapje achter. Ja. En dan met steken, sashiko heet dat, maken ze dat daar aan elkaar vast. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele versierende techniek geworden. Het is al vanuit de 18e eeuw dat ontstaan, vanuit die arme Japanse vissers. Maar het is een beetje patchwork eigenlijk, Beetje patchwork is het, ja, maar vrij uitgebreid patchwork. Want die Japanners, die hebben heel veel gevoel voor design, stijl en dat soort dingen. Ja, dus patchwork deluxe is het eigenlijk. Ja, zoiets. Heel chique patchwork. Ja, wat jij waarschijnlijk op de catwalk ziet. Ja, ja. En dat zoals van de patchwork week bij Burberry nog, inderdaad. Bij Burberry liet ongeveer zo'n collectie zien. Maar neem maar niet dit aan, maar ook met veel hippie en patchwork momenten. Ja. Dat hebben wij, die toepasbaarheid hebben wij voor theater eigenlijk gecreëerd. Heel leuk. Uiteraard moeten we dan een beetje vergroten en dat zie je dan ook. Ja. Want dan het moet natuurlijk ook duidelijk zichtbaar zijn vanuit de zaal. Dus wij moeten dat iets grover toepassen. Maar in principe blijft hetzelfde. Maar dit zou ook leuk prima op een catwalk kunnen. Ja, toch, zeker. Ja, zeker. Wel. Ja. En dat is zo aardig aan deze productie, denk ik. Want dat zit door de hele productie. Zit het in al die kostuumitems zitten. En heb je er hier dan 10 van? Of is er gewoon maar eentje van? Nee, er is één van. En dan hebben we weer een soort gelijke. Die zitten dan net ietsjes anders uit. Dus we hebben allerlei variaties proberen te maken, zeg maar.
vanuit het bestaande model wat dan toegevoegd. En dit is dan van het arme vissersmeisje dat erin speelt. Ja, ik gok maar, want ik heb hem niet gezien. Ze zijn allemaal. Het zijn allemaal vissersmeisjes. Dus ja, ze hebben allemaal die look, zou ik maar zeggen. Ja. En nou, hier kan je ook iets zien. Nou, die is ook wel heel mooi gedaan. Ja, dat is van, wel van oude stof. Mm-hmm. En dan met nog oud gemaakte lapjes, zeg maar, daaraan toegevoegd. Steken erop toegevoegd. En dit is allemaal handwerk, neem ik aan. Allemaal handwerk. Ja, gek. En dan heeft iemand dus helemaal die lapjes gezocht. Zeker? En gekeken, technieken onderzocht. Die hebben we helemaal ingeverfd op kleur, uitgezocht op materiaal. Zo. Dat is een heel proces. Is dat. En wordt dat hier in Amsterdam gedaan? Of ook? Nee, ik zie Enschede staan. Rijsopera. Ja, Enschede. Uit Enschede. Zeker. Zo. Ja. Nou. Ja. De oude textielstad van Nederland. Van heel vroeg, als je echt oud bent, weet je dat nog. die denimstukken zijn wel key pieces, denk ik, uit wat ik hier nu zo snel zie hangen. Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in die opera? Hoeveel spelen er? Nou, ik heb geen idee. We hebben vier solisten. We hebben drie dansers. Ja. Dat is een beetje gemengd. Dansen in de opera. En we hebben ook nog 40 mensen komen. En die moeten ook allemaal aangekleed worden? Die worden allemaal aangekleed. Alles wordt op maat verzorgd. En, maar er wordt niet alles voor ontworpen voor dat hele koor? Enkele dingen wel. Ontworpen wordt het wel. Mm-hmm. Alleen soms moeten we de basis soms kopen. Ja. Hè? Ja, en daar dan wat aan toevoegen of aanpassen dat we het op maat maken. Oké. En hoeveel mensen zijn er mee bezig in zo'n atelier? Er zijn een vijftal mensen zijn er ongeveer. Goed, zeg. Ja. En dan is deze af. En dat moet in de vrij korte tijd. Ja, dat moet gebeuren hoor. Dit wat we aantal voor, maanden. Hoeveel voorstellingen worden hiervan mee gedaan? Of met deze collectie? Ja. Oh, dat zijn nog niet veel. 14, 16 voorstellingen. En dan gaat het. Weet ik niet zeker hoor. En daarna wordt het weggegooid? Of? Wordt nooit weggegooid. Ja, kan toch? Nee. Geveild? Wordt het geveild? Of gaat er archief in? Nee, voorlopig gaat het opslag in. Mm-hmm. En dan komt het na een tijdje weer terug in de reprise. Ja. Dan wordt alles weer uit opslag gehaald. Uh-huh. Het decor en het kostuum, alles. En dan. Goed. Want ja, zoiets moois waar je zoveel aandacht aan hebt besteed, dat gooi je niet weg. Nee. Kijk, wat grappig is, moet je ook zeggen, ik vind het leuk dat je nu vertelt als ik dit op het podium zou zien, dan zou ik nooit weten al die technieken die erachter zitten. Dus het is nu heel leuk om te horen dat het geïnspireerd is op Japanse technieken. Ja. Ik ga nu patchwork zeggen, ja, dat is beter. Boro had jij een mooi woord ervoor. Boro heet het, ja. Dan het hier ook bijvoorbeeld. Ja. Deze ziet er ook zo geweldig uit. Ja. Hier de achterkant van het jasje zegt, het is helemaal prachtig. Het is bijna kunst eigenlijk gewoon. Ja. Als je had gezegd, het is een vongling in het stedelijk, had ik het ook geloofd. Maar voor de Japanners is het ook een soort kunst geworden nu, momenteel. En het is heel trendy en heel populair. Dus je vindt het gewoon in de hele jeanswereld vind je het weer terug. Super cool hoor. Ja, en daar hebben we van de reisopera toch wel gebruik van gemaakt. Ja, ik zie het. En dat verder toegepast op de theatermanier. Ja, het leuke is, het zijn oude technieken, maar het ziet er wel heel modern uit daardoor weer eigenlijk. Oh, dank je. Dus ja, het is toch goed gelukt. Ja, nee, zeker goed gelukt. Ja. Staan we in de kleedkamer, toch? Van de dansers? Ja, van de dansers. En is dat anders dan de kleding die hier aan de hand? Ik zie ook prachtig. Nou ja, eigenlijk wat wel heel erg leuk is van de dansers, is dat we hebben dezelfde techniek ook toegepast voor hun. Maar doordat zij dansen, is dit eigenlijk alweer aan slijtage onderhevig. En wij zeiden, dan moet het eigenlijk alleen maar mooier. Dat vinden zeggen, we niet erg, het mooier, maar dat betekent wel dat de kleders steeds moeten repareren. Ja, toch dat het niet helemaal uit het kaart maar op zich valt. Is het dat willen mooi. We natuurlijk niet. Maar op zich is het natuurlijk heel mooi, want dan blijft die ontwerpen blijven in beweging. Er wordt heel veel toegevoegd, hoe klein het dan ook is, en dat het opgelapt wordt. Maar op een gegeven moment kan dat de keuze zijn. Ja, tuurlijk. Maar soms ook wel eens dat een ontwerper zegt, ja, maar ik wil niet dat het verandert. Maar bij deze productie is het denk ik, voegt het alleen maar iets toe. Ja, het ziet er heel mooi organisch uit. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen, want dit zijn natuurlijk voor de dansers. En hier zit bijvoorbeeld een knee pad in, hè, zodat hij zijn knieën niet beschadigt. Dit is ook eentje van dansen, ook een hele mooie. Daar is de zon, de vorm van de zon is daarin verwerkt in het kostuum. En daardoor ook deze kleur, die oranje kleur. Wie heeft dit eigenlijk ontworpen? Dat vergeet ik helemaal. Elena Berne.
Oké, okay. Nederlands ontwerp is dat? Uit België. Oké, okay, uit België. Nou, vroeg me nog af, hè. Het is allemaal vrij blauw en een beetje bruinig. Kijk maar, als je zo naar achter kijkt, is het vrij blauwig. Is daar nog een reden voor dat er voor die kleuren gekozen is, eigenlijk? Jeans. Ja, jeans. Jeans is oorspronkelijk natuurlijk gekleurd door indigo. Ja. Verfstof indigo. Natuurlijk verfstof. Mm-hmm. En wat bijzonder is aan indigo is dat dat niet door en door in de vezel dringt. Ah, dus als het... Dus oppervlakkig. Dus als het gaat slijten, heb je toch zo'n wittige onderlaag. Dan krijg je weer nieuwe effecten ook natuurlijk. Ja, ja, dan krijg je nog meer zo'n slijteffect. God, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, maar daarvoor, dat heb je spijkers natuurlijk ook. Ja, nee, maar dat maakt ze mooie. Ja, maar ik had niet benagedacht dat er voor kostuums ook zo gedacht werd van oké, zo'n effect moet het hebben. Ja, zeker. En dat er helemaal op stofniveau over wordt nagedacht. Dan gaat dat alleen maar om het plaatje in de buitenkant. Nee. Dat dat er maar goed uitziet. Ook om bepaalde effecten te bereiken. En dat effect krijg je alleen maar met indigo. Leuk, super cool. Nou, ik heb weer heel veel geleerd. Ik zal heel anders naar de parelvis gaan kijken. Jij heel erg bedankt voor de uitleg. En tot de volgende keer weer. Wat wordt het volgende? Orfee. Orfee. 11 mei, geloof ik. Ook hier in Carré. Orfee. In Carré ook? In Carré, zeker. Nou, perfect. De reisopera. Kan je alvast je kaart gaan bestellen gewoon. Dankjewel. Jij ook.